Goeiedag, ik ben Miri Heidema en ik wil jullie het gedicht Nachtzwart laten horen. Dus het is mijn gedicht en het stond ooit in het poëzietijdschrift van Blind, dichter nummer 27. Nachtzwart. Als soldatenlaarzen de lente stuk trappen en het ook binnen niet meer veilig is, laten we dan alle kogels aan kettingen rijgen, in de zon hangen en ze smelten tot inkt waarmee we dit gedicht schrijven. Laten we van het nachtzwart in de loopgraven fluwelen kittens naaien en ze aaien, zachtjes aaien tot we spinnen. Laten we de grenzen tussen landen uitknippen en oprollen tot serpentines voor het feest dat we ooit weer samen vieren.